Ik vind het ook belangrijk dat mensen met een beperking ook erbij horen. Dat ze ook meetellen in sport en dat ze ook, zeg maar, ook gewaardeerd worden in wat ze doen. En waar ze goed in zijn. En wat ze wel kunnen en niet wat ze niet kunnen. Het GeForce team houdt in dat wij dus allemaal mensen met een beperking zijn. En dat wij dus dan elke zaterdag gaan trainen. We zijn dus eigenlijk altijd bezig om onszelf ook beter te maken. Ik wou iets voor de club gaan doen en toen had ik gevraagd of dat mogelijk was. En toen bleek het dus dat ik de teamarts en mensen dat dan mocht gaan doen. De eerste keer was het een beetje spannend. Ik vond het gewoon geweldig om dan achter die bank, zeg maar, het team te mogen assisteren. Ik doe het echt met heel veel plezier. Ik realiseer me al wel dat ik wel een soort van traantje moet gaan laten omdat het einde van het seizoen afgelopen is. Ik wil graag competitie, want het is toch wel fijn, zeg maar, als er competitie is, dan kan je gewoon een wedstrijdformatie spelen. Daar ontdek je ook mee door. Ook door trainen, dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar wedstrijd vind ik ook nog wel belangrijker, omdat je dan ook leert dan op tempo te spelen. Basis en snelheid. En je wordt er mentaal sterker van. Ook als je tegen een tegenstander speelt en er zit misschien met iemand waar je aansluiting mee vindt, dat je dan daar ook mee dan misschien op een vriendschappelijke manier dan iets mee aan hebt. Voor ons is het dan moeilijk als jongeren met een beperking om vrienden te maken. Dat vind ik het belangrijkste. Voor mensen met een beperking dat er een competitie komt, wat meer verenigingen, zou ik zich daar hard gaan maken. Want dat is wat we nodig hebben en dat is gewoon heel belangrijk.